Een van de interessantste wedstrijden bij de heren was die tussen Jan Bos en Kees Verkerk op de 1500 meter. Kees is een bijzondere kampioen vanwege het feit dat hij heel goed kan schaatsen. Stilistisch gezien kan schaatsen. En ik bewondering heb voor, en misschien ook wel vele Nederlanders, wat hij uit dat kleine lichaam weet te persen. Schaatsen doet hij met zijn 76 jaar al een tijdje niet meer. Toch volgt Verkerk de sport nog op de voet. In 50 jaar zag hij het wereldje behoorlijk veranderen. Ze hebben natuurlijk andere kostuums, ze hebben andere schaatsen. Ze hebben betere omstandigheden binnen huis rijden. Wij gingen rijden, we werden moer, het ijs werd slechter. Er was geen verwarming. Eén wedstrijd hebben we gereden in Latium met 25 graden onder nul. Stel, u zou nu heden ten dagen uw schaatscarrière hebben. Zou u nog aardig mee kunnen met de Sven Kramers van nu? Nee, natuurlijk niet. Nee. Voor coach Leen Frommer zijn er geen grote problemen. Met Verkerk die de titel won. Schrijver Jeroen Haarsma trok maanden op met de schaatslegende om er uiteindelijk dit boek over te schrijven. Hij vertelt van de hak op de tak, maar het is een ongelooflijk warme, goede vent. Ik denk ook dat dat echt de reden is dat hij zo populair is geworden in de jaren 60. Hij is een man van het volk. Bedankt voor alle vriendschap alle jaren. Wij zijn de mannen geweest die wereldkampioen geworden zijn. Ervoor gezorgd hebben dat schaatsen in Nederland op de kaart kwam. Lange tijd reden Schenk en Verkerk gelijk op. Maar toen na 24 ronden de finish in zicht kwam, had hij zijn tegenstander ver achter zich gelaten. Ik ben ver gekomen en ik zou, als je me vraagt, zou je het anders willen doen, zou ik zeggen, ik wil het op dezelfde manier als toen gebeurd is. Wat dat betreft heeft hij er ook heel erg van genoten, denk ik. Ja, heel erg.